Nu het al een paar dagen vriest, krijgen ook Leidenaren weer schaatskriebels en wordt er massaal gespeculeerd over een Elfstegentocht. De 8 tot 10 kilometer lange schaatstocht over de Leidse grachten werd al 4 keer eerder gereden en vond voor het laatst plaats in 1997. De Stichting Leidse Elfstegentocht verrichtte een officiële meting van de ijsdikte. Hoe staat het ervoor met het ijs? Nou, niet zo best. Er is op grote delen van de grachten in Leiden is er gewoon geen ijs. Er is gewoon nog water. En daar waar wel ijs ligt, is het ijs gewoon veel te dun. Hoeveel ijs ligt er wel? We komen nog niet tot een centimeter. Eerlijk gezegd, ik heb nog niks gemeten dat boven een halve centimeter uitkwam. Dus nou, daar kan je niet op staan. Laat staan dat we daar 10.000 mensen overheen kunnen sturen. Hoe komt het dat er in Leiden nog zo weinig ijs ligt? Eerst hebben we een warme energiecentrale die warm water uitstoot. Dus als het echt 14 dagen of langer gaat vriezen op een goede manier. En die verwachting is er dan. Ja, dan gaan we zorgen dat er een damband daar komt te liggen. Zodat de warmte niet zo de grachten ingaat van Leiden. Maar dat is nu nog wel het geval. We kunnen ook in een later stadium nog het gemaal in Katwijk laten stilleggen. Althans, een verzoek daartoe doen, omdat dat dan nodig is. De wind is een punt. Het moet wel zo zijn dat je toch een kilometertje of 6, 7, 8. Voorheen was het altijd 8 of 8,5 kilometer. Dat je dat moet halen met 12 centimeter ijsdikte. Nou, als we naar de weersverwachtingen kijken, dan gaat mijn advies straks naar het bestuur. 1. Het ijs is niet dik genoeg en zal in een paar dagen tijd ook niet dik genoeg worden. 2. De vooruitzichten zijn dusdanig. De weersvooruitzichten zijn dusdanig dat we. Zeker nu, de komende dagen, niet genoeg ijs kunnen opbouwen. En vanaf zaterdag gaat het alweer minder worden. Minder worden echt in de plus in plaats van vriezen. En er is nog nooit een Elfstedentocht gehouden in maart. Dus dan zal de Elfstegentocht ook wel niet in maart gehouden worden.